Ons het sopas gehoor, wat is geleentheidskoste? Maar hoe bereken een mens dan geleentheidskoste as jy een tabel met cijfers het? In die tabel hier op die bord het ek twee producten wat ek cijfers voorgegee het. Die eerste product is kussings. En ek sê by punt A, kan ek 50 kussings vervaardig, maar dit beteken dat ek geen lakens kan vervaardig nie, wat product 2 is. Maar, wat is die geleentheidskoste, as ek die hoeveelheid lakens wat ek wil vervaardig, wil vermeerder? Kom ons sê, ons is tans by punt A, en ek wil net 1 meer laken vervaardig. So by punt A, is daar so 50 kussings wat vervaardig word, maar geen lakens nie. Maar nou beweeg wil ek graag beweeg van punt A na punt B. En wat is geleentheidskoste? Geleentheidskoste is dit wat ek opoffer om iets anders te kan benut of te kry. In hierdie geval, hoeveel kussings offer ek op om 1 laken meer te produseer? En dan sê ons, om die geleentheidskoste te bereken, gaan ons en ons sê 50 minus 47 is gelyk aan 3. As ek van B na C beweeg, met ander woorde, nou verhoog ek my produksie van lakens, van 1 laken na 2 lakens toe, wat is in daardie geval my geleentheidskoste? Dan sê ek 47 kussings minus 42 kussings, en dit gee dan vir my 5 kussings wat ek opoffer vir daardie 1 additionele of extra laken wat ek produseer. Indien ek sou beweeg van C na D toe, met ander woorde, nou verhoog ek my lakenproduksie van 2 eenhede na 3 eenhede toe, wat is in hierdie geval die geleentheidskoste? 42 minus 35 en dit is gelyk aan 7. Soos julle kan aflei, wat ons doen is, ons trek die twee opeenvolgende getalle in terme van kussings van mekaar af, om die vermindering in kussings te bereken vir daar die 1 additionele eenheid in lakens wat ons meer gaan produseer. So van D na E is dan 35 minus 20, wat dan gelyk is aan 15. En van E na F, met ander woorde, nou verhoog my lakens van 4 na 5 eenhede. Dit is dan 20 minus 0, wat dan vir my gee 20. Maar dit is nie altyd so makkelijk nie. Ek weet, julle gaan nou in die slaggat val. Wat gebeur as ek van punt B na punt F toe beweeg? Wat is nou my geleentheidskoste? Nou, dit is baie makkelijk. Ek weet, julle sal nou sê, 20 minus 0 is 20. Maar onthou, ons begin by punt B. En wat is die hoeveelheid by B? By B het ek 47 kussings en 1 laken. Maar nou wil ek 5 lakens gaan produseer by punt F. So wat doen ek nou? 47 minus 0 is dan gelyk aan 47 kussings wat ek opoffer as ek direct van punt B na punt F toe beweeg. My lakenproduksie verhoog van 1 laken na 5 lakens toe. Maar daarom moet ek dan die hoeveelheid kussings by punt B gaan aftrek van die hoeveelheid kussings by punt F, en dit is hoekom 47 minus 0 is 47, met ander woorde, my geleentheidskoste vir die verhoging van lakenproduksie van 1 eenheid na 5 eenhede toe, is dan 47 kussings.